Jongens, voor nu alvast heel erg bedankt. We zijn nog lang niet klaar, want na vandaag gaan we door voor de gemeenteraadscampagne. En ik hoop eerlijk gezegd dat ik jullie daar allemaal ook weer ga zien. Dus verlies ons niet uit oog. Wij verliezen jullie niet uit oog. Daarachter hangen in ieder geval lijsten, dat is misschien al genoemd, waarop je al kan aangeven hoe je op de hoogte wil blijven, hoe je betrokken wil blijven, wat je nog kan gaan doen. En op 31 maart hebben wij een borrel om iedereen te bedanken die heeft meegewerkt aan deze campagne. Dus of je nou 1 uurtje hebt staan flyeren, of dat je iedere dag hier in het pand was, maakt niet uit. We willen dat heel graag met elkaar nog een keertje goed afronden. Dus ik hoop dat jullie er allemaal bij willen zijn. Raadzaal binnenlopen, dan heb ik inmiddels na 7 jaar geleerd dat je dan de emotie moet weglaten. Als je in die raadzaal zit, dan moet je gewoon met argumenten in discussie, in debat gaan met elkaar. En emotie kan je dan wel eens in de weg zitten. Maar ik merk vandaag dat ik geëmotioneerd ben. En ik ben geëmotioneerd omdat ik 4 jaar geleden dat ook was. En 4 jaar geleden, toen was ik echt oprecht verdrietig. Ik stond in de Haarlemmerstraat met een flyertje van GroenLinks en ik kreeg echt alleen maar negatieve reacties. En ik was GroenLinks, ik stond daar voor onze partij. Dus ik verdedigde onze idealen, maar die kwamen gewoon niet aan. Er waren dingen niet goed gegaan, en laten we eerlijk zijn. En we konden onze idealen niet verwoorden en er waren te weinig mensen die onze idealen begrepen en die onze idealen deelden. En dat doet pijn als jij daar zelf wel in gelooft. Ik en een heel veel GroenLinksers met mij hebben ons daar niet van weerhouden om door te gaan met ons verhaal. Ons verhaal over een betere en een groenere en een socialere en een mooiere samenleving. En daarom ben ik misschien extra emotioneel, omdat ik nu, 4 jaar later, achter het station met flyertjes sta. En ik weet dat er aan de andere kant van het station gewoon 30, 40, 50 vrijwilligers, GroenLinksers staan. Die weer geloven en die mensen ontmoeten. Die zeggen van, ja, maar wij gaan GroenLinks stemmen en kom op, we vertrouwen in jullie. Dat verhaal, dat is totaal omgeslagen in 4 jaar tijd. Woe! Ik zou zelfs willen zeggen dat we vandaag gewoon een revolutie hebben beleefd. We hebben gewoon een groene, een linkse, een sociale, een eerlijke, een hoopvolle, een optimistische revolutie beleefd. Want we hebben 16 zetels in de peilingen. 16 zetels. Dat, 16, weet je, denk even na. We hebben er nu 4, dat is 4 keer zoveel. Dat is al leuk. Dat is 400% erbij. Het meeste aantal zetels wat GroenLinks ooit gehad heeft onder Paul Rozemuller is 11. We hebben er nu meer bij dan we ooit gehad hebben.
Dus ik kan niet anders dan emotioneel zijn. En ik hoop jullie allemaal met mij. Want we hebben gewoon een waanzinnige campagne gevoerd. En een waanzinnig resultaat behaald. En vergeet nou even die coalitievorming, jongens. Pak die champagne, pak een biertje, want hier gaat het om. Dit is het begin. Zometeen dan gaan we allemaal praten en dan zien we wel wat eruit komt. En dat komt dan wel. Daar hebben wij ook niet zo heel veel invloed op, met z'n allen. Dat doet Jesse wel en laten we hopen dat hij dat goed doet. Wat van belang is, is dat we een begin hebben gemaakt hier. En landelijk, met z'n allen, maar ik vind ook in Leiden. We hebben in Leiden een begin gemaakt met gewoon bijna 200 mensen die die stad in zijn gegaan. Die hebben begrepen dat van dit gaat niet om dat moment, het gaat niet om het torentje, het gaat niet om het stadhuis, het gaat niet om die raadzaal, het gaat niet om die fractiekamer. Het gaat om wat hier voorbij loopt, weet je. Daar gaat het om. Het gaat om de stad, het gaat om het land, het gaat om de mensen en het gaat om een beweging. En alsjeblieft, ik hoop zo dat jullie je blijven inzetten de komende jaren voor GroenLinks en voor ons en voor jullie zelf en voor onze kinderen en voor jullie kinderen. En dat we nog meer groeien, en dat we hier over 4 jaar staan en dat ik dan niet emotioneel ben, maar ik sta gewoon te janken omdat we de grootste partij van Nederland zijn. Go! Yeah.